Intratuin Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig slaan de handen ineen voor klimaatbestendige tuinen. Met praktische oplossingen willen beide organisaties de stad beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Verslaggever Floris van Loon sprak met Wildert de Leeuw, vestigingsmanager van Intratuin Arnhem. U bent als Intratuin een samenwerking aangegaan met platform Arnhem Klimaatbestendig. De samenwerking om de tuinen klimaatvriendelijker te maken. Wat houdt die samenwerking precies in? Een jaar geleden zijn ze bij elkaar gekomen om te kijken van wat kunnen we voor elkaar betekenen met water. Regenwater is natuurlijk een probleem. Heel Arnhem is een dichte straat. Je hebt in Arnhem een hoogteverschil van 80 meter, het hoogstpunt, het laagstpunt. Het water stroomt allemaal naar beneden toe. Dus er zijn wijken die komen onder water staan. Zo vlug er een flinke hoosbuik komt. Wat hebben we bedacht? Zeg maar? In ieder geval om steeds minder tegels weer in de tuin te krijgen, dat het water kan weglopen, gewoon de grond in. En de regenpijpen afkoppelen. Dat scheelt heel veel water, zeg maar, wat zo over de straat loopt en naar beneden komt. Er is een trend gaande dat mensen hun tuintje steeds makkelijker laten betegelen met steeds grotere tegels. Dit project is een soort van hoop om het tij te keren, om tuintjes weer toegankelijker te maken voor water. Ja, wat je ziet zomaar de laatste jaren is dat de mensen willen gemak. En gemak is in de ogen van de mensen dichtstraten. En ze willen meer van de tuinen genieten. Dus wel de lusten, maar niet de lasten. Voor sommigen is lasten dus wieden en noem maar op. Maar doordat alles dichtgestraat is, kan het water niet meer weg. Nou, en het water zeg maar, moet ergens naartoe, dus het gaat naar het laagste punt. En wat je nu ziet, zeg maar, gelukkig is de omslag is nu gaande, dat de mensen toch weer tegels eruit halen en steeds meer planten erin zetten, zodat het water zeg maar, de bodem in kan. En doen heel veel mensen met een arbeidsbeperking mee aan dit project. Waarom is daarvoor gekozen? Nou, Intratuin Arnhem zeg maar, is wat dat betreft een uniek bedrijf. Hier werken 100 mensen met een beperking en daar runnen wij Intratuin Arnhem geheel mee. Dit project is niet bewust gekozen zeg maar, omdat hier mensen werken met een beperking, maar gewoon deze Intratuin werkt met alleen maar mensen met een beperking. Ja, en dat is geweldig. Ja. In wat voor tijdsbestek wilt u het project uitvoeren? Nou kijk, het zal nooit lukken om alle mensen zeg maar, dat ze de regenpijp afkoppelen en op een regenton zetten bijvoorbeeld. Maar al kunnen we maar een steentje bijdragen, het wordt echt een probleem. Het klimaat is aan het veranderen. We zullen steeds meer last krijgen van hevige hoosbuien. Nou, en dan kan er gewoon, een riool kan dat gewoon niet aan. Dus we krijgen gewoon overstromingen. We hebben het 4 geleden meegemaakt in Arnhem. Er stond heel Arnhem, of half Arnhem stond blank. En om dat in ieder geval te verminderen is dit project opgezet. Hoe kan de gewone Arnhemmer, de bewoner, hoe kan hij hier aan mee participeren? Nou, dat kan eigenlijk al heel snel. Eigenlijk door een tegel eruit te halen of enkele tegels eruit te halen en daar planten erin te zetten. Nou ja, daardoor kan het water natuurlijk sneller weg, de grond in. Maar ook door hun regenpijp af te koppelen en aansluit bijvoorbeeld op een regenton. Dan heb je in ieder geval, dan koppel je het regenwater los van het riool. Dus daardoor blijft er meer ruimte in het riool om daar water af te voeren.